Wat maakt die kerst zo mooi? Nou, de warmte, gezelligheid toch? Helemaal goud, ja. Of je er nu al helemaal zin in hebt. Goedenavond, gezellig, kom binnen. Welkom in mijn kersthuis. Het is gezellig aan mijn huis, geluiden. Vind je dat leuk? En deze? Of nog helemaal niet klaar voor bent. Godverdomme. Dan lukt je nooit geen kankerrieten zijn huis, hoor. In de tuincentra zijn ze al druk in de weer met de kerstshow. Ook bij de Intratuin in Schavenzanden liggen de kerstballen, kersthuisjes, kerstmannen en nog veel meer kerstartikelen al klaar in de schappen. Eigenlijk 3 weken geleden ongeveer begonnen met kerst opbouwen. En dat voelt altijd heel gek, zeker als het buiten nu zulk mooi weer is. Maar wij hebben ongeveer 5 weken de tijd en begin oktober willen we helemaal klaar zijn met onze kerstshow voor iedereen. En nu hebben we de lange broek aan, maar dat is meer voor je eigen bescherming. Maar er staan er liters water aan ernaast om de boel bij te vullen. Dus dat is wel eens vervelend. En dat hoor je ook wel eens aan de reacties van klanten. Weet je wel, ja, nou al. En weet je wel hoe warm het is? Ja, dat weten we wel, maar het moet er wel in. Maar dan strooien we wat extra sneeuw om. Maar daar zijn we achter, dat helpt ook. Persoonlijk mogen ze van mij wel een paar weekjes wachten. Want ik ben zelf nog niet zo in de kerstweer. En ik vind, als je dus voor de plantjes komt, dan zijn ze druk in de opbouw. En dat is... De opbouw is nog een beetje een ongezellige fase, vind ik. Nooit te vroeg bij mij. Nee hoor, ik vind het heerlijk de kerst. Ja. Beetje vreemd, 25 graden buiten en met kerstspullen bezig zijn. Ik zie steeds weer nieuwe dingen en ik zie steeds mensen langslopen die, die verbazen zich erover wat er allemaal te zien is en wat voor nieuwe dingen. En dat is, ik zie hier ook weer allemaal nieuwe dingen die ik uit moet pakken, dus dat is... Wel leuk om te zien. Dat stukje beleving, dat sfeergevoel, gezelligheid in de winkel. Ja, ik vind dat wel mooi. Wat maakt die kerst zo mooi? Nou, de warmte, gezelligheid toch? Helemaal goud, ja. Ja, en de kerstboom staat al. De grootste kerstboom staat al, ja. 5 oktober moet het staan en het was vooral een uitdaging omdat Leemax een beetje laat was met de levering. We zijn nu alles aan het uitpakken vanuit de Leemax om het laatste stuk af te maken. Want het eerste stuk is wel al af met spullen die nog over waren van vorig jaar. En nu moeten we nog even in een paar dagen alles afkrijgen hier. De herfstvakantie is eigenlijk altijd de eerste piek, want dan worden mensen toch nieuwsgierig en wordt het buiten kouder. Vinden mensen toch leuk om echt lekker op pad te gaan. En de echte drukke periode is eigenlijk laatste week november, dan begint echt de gekte. Ja. Leuk hoor, jij bent een kerstmens, dus het is voor mij niet te gek. Nee. Ik heb er onwijs veel zin in, ja. Kom maar op. Heb jij al zin in kerst? Laat het even weten in de comments.